Goeiedag, vandaag is het tonijndag. Tonijndag, is toch een vis? Ja. Wat gaan we dan tekenen? Een vis? Een tonijn? Tonijnsalade? Blikje tonijn? Nou ja, we gaan gewoon iets met tonijn tekenen. Doe je mee? Ja, vandaag is het Wereldtonijndag. Nou ja, tonijn. Tonijn is een vis. Misschien wel de meest gegeten vis ter wereld. En ja, daarom wordt ook wel een beetje bedreigd. Maar tegenwoordig wordt er ook heel veel tonijn gewoon gekweekt. Ook op een verantwoorde manier gevangen. Al moet je dan wel goed opletten welke tonijn je koopt. Maar hoe ziet zo'n tonijn er nou eigenlijk uit? En tonijn is best een grote vis. Ja, die kunnen wel 1,5 meter groot worden. Dat wist ik ook eerst niet hoor, dat het zo'n groot vond. Want ik denk, hoe past zo'n vis nou in zo'n klein blikje? Maar goed. Hey. Eens even kijken. Een tonijn. Nou ja, dat ziet er eigenlijk uit als een hele normale vis. Zo. En dan heeft hij... Up. Zo. Een oog hier. En dan heeft hij hier een vin. En dan heeft hier een vin zitten. En hier aan de onderkant een vin. Een kleintje. En hier heeft hij ook nog een vin zitten. Zo. En dan heeft hij hier ook een grote vin zitten. Nou, en dan heeft hij nog een staartvin. Zo. Maar wat ik niet wist, is dat hij hier ook nog van die stekels heeft zitten. En hier ook. En dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dan heeft hij hier natuurlijk nog zijn kiwi zo. Ja, dit is ongeveer zoals een tonijn eruit ziet. Hier ook nog zo'n beetje die strepen. Het is eigenlijk ook best een flinke vis. En het is niet een hele... Het is niet een hele bekende, of tenminste een hele mooie vis om te zien. Gewoon een hele grote, zilverkleurige vis is het eigenlijk. We kunnen ook nog wel even dat blikje erbij tekenen. Dat blikje waar dus een klein stukje van die tonijn dan in past. En ik dacht altijd van, nou, de hele tonijn zit erin. Of een moot van dit tonijn zit erin. Hè. Dan heb je in het midden zo'n, net of er nog een stukje graat zit en eromheen die dingen. Maar volgens mij is dat niet helemaal, klopt dat niet helemaal. Want dat past toch nooit in zo'n blikje dan. Nou, daar staat hier natuurlijk iets van tekst op zo. Hier nog een randje zo. Nou, het blikje tonijn. Ik zou zeggen, ga zelf ook nog eens, want er zijn natuurlijk nog veel meer soorten vis. Ga zelf aan de gang met verschillende soorten vis tekenen. Probeer eens misschien een aquarium na te tekenen als je het thuis mocht hebben. Kijk eens wat voor vissen daarin zitten. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!